Jo, hebben we dat werk ook jarenlang dingen? Ja. En dat is nu haast gebeurd, hè? Nooit dat voorbij. Ja. Ja. Hoe steen je daaronder? Ik ga een leeftijd, ik moet een keer ophouden. Ja, ja. En nu hoef ik zelf de beslissing net te nemen. Nee, nee. Dus nee. Dat is natuurlijk wel zo. Maar je hebt hier van begin al ontwerp best als vrijwilliger? Hier heb ik hier aan de gang. Ja. Dus, je wint hier haast water gekregen te zijn. Oh ja. Te jaren met je man? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, en we hadden hier inderdaad, toen 50 jaar trouwd waren, toen 60 jaar trouwd waren, hebben we hier heerlijk met de familie West. En, mijn man is Jerik, tot overleden is het Jerik. Ja, ja. Dus je had dus een heel bijzondere ontdenkers aan dit gebouw. Ja, ja. Ja, ja. De Karmel had een heel goed plakje. Ja, ja. En jullie waren onder andere voor de bloemen. Ja. Maar jullie dienen er volle meer? Ja, als er zo, als er tentoonstelling binnen, dan moet er een kast met een kopje halen. Dat is drieën wat er met de ouders doen. Maar jouw hing hier haast een dagtaak, begrijp ik. Nou, ik kwam hier één keer in de week in elk geval voor de bloemen. Ja, ja. Dat ben ik toch wel mee bezig. Mm-hmm. Maar verder kwam ik hier. Ik was een keer voor koffie schenkerij. Dus, ja. En je maakt een hek alle keer dat er gelegenheid wie foto's, begrip ik. Ja, oh ja, ja, de foto's die je maakt. Ik had zo'n 14 boeken ongeveer. 14 fotoboeken? Ik ben ook nog met het laatste boek bezig. Ja, ja. Vandaar dat je ze krijgt, ik wat foto's maken. Ja. 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 En wat zul je dan met die fotoboeken gebeuren? Die bewaar je van jezelf? Ja, nee, ik zelf met ze ben van de Karmel.